Vorig seizoen brachten we in dit programma al een keer een reportage over Andrew Greenwood. Een dansleraar met een bijzondere doelgroep, patiënten met ziektes als Parkinson of MS. Dans en beweging kunnen er helaas niet voor zorgen dat deze mensen beter worden, maar ze kunnen zich er wel beter door voelen, waardoor ze toch een stuk gezonder zijn, of het nu fysiek is of mentaal. Op dat gegeven werd verder ingegaan tijdens het symposium Dans als medicijn, waar Andrew aan meewerkte, maar waar ook verschillende ziekenhuizen bij betrokken waren. De rol van het Elisabeth Tweestede Ziekenhuis in zeg maar dans als aanvullende waarde voor patiënten is vooral dat wij proberen mee te werken aan patiënten, het welzijn van patiënten, en dat het niet alleen op medisch vlak zit, maar dat het ook op belevingsvlak zit en op gevoel. En wij kunnen patiënten heel goed medisch behandelen, maar voelt een patiënt zich daarna beter bij? En er komt steeds meer bewijs naar voren dat als je bijvoorbeeld met beweging, en dans is er daar één van, patiënten stimuleert, dat ze zich beter voelen, dat ze zich ook anders kunnen bewegen, en dat dat ook helpt bij de afbouw soms van medicatie, soms ook niet, maar in ieder geval geeft het in de beleving van patiënten een meerwaarde. We hebben een kleine pilotstudie gedaan om te kijken of het haalbaar is om een studie te doen met mensen met dementie naar de effecten van dans. En uiteindelijk is het doel om daar een grotere studie naar te doen. Maar om eerst eens te kijken van waar lopen we tegenaan, hebben we inderdaad een proefstudie gedaan. Als je een studie doet, dan wil je natuurlijk ook dat het haalbaar is en dat het veilig is. Dus we hebben gekeken of het veilig is in de vorm van, hebben mensen letsel opgelopen, zijn ze gevallen. Gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. En ook, komen ze en hoe vinden ze het? Want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste als je zo'n soort studie opzet. Ik ben klinisch geriater, dus dat is een medisch specialist voor ouderen in het ziekenhuis. En eigenlijk is dat net zoiets als een kinderarts, maar dan voor oude mensen. Ik ben in contact gebracht met Andrew via Be Bright, dus een organisatie die innovaties doet in Nederland in de zorg. En de oprichter daarvan, Philip Idenburg, zei: Carolien, wat denk jij, is dansen ook goed voor mensen met dementie? En ik zei, ja, dat weet ik misschien bijna wel zeker. Alleen is er nog niet veel bewijs voor. En toen zei Philip, je moet gaan samenwerken met Andrew. Want die wil dat graag. Die wil graag dansen met mensen met dementie. En zien of zij zich ook daar beter van gaan voelen. En zo zijn we samengekomen. En zijn we dat gaan doen. Toen hij de danssessies deed tijdens ons onderzoek met de ouderen. Dus met dementie in ons ziekenhuis. De patiënten zeiden zelf, ik voel mij vanavond geen patiënt, maar ik ben een danser. En dat is wat Andrew kan doen in zo'n danssessie met mensen. Nou, het kan uiteindelijk een meerwaarde in de zorgkosten opleveren. Als je kijkt naar patiënten die misschien in de thuissituatie, dat je daar samen met de gemeente, zoals de wethouder zei, dat je daar gezamenlijk iets in kan doen. Waarmee je zorgvragen voorkomt die dan op een gegeven moment op het medisch vlak komen, omdat mensen vastlopen in de thuissituatie, dan zou je daar zeker wat mee kunnen. En dan zou dat eventueel ook de zorgkosten reduceren.